trekken met z'n twee in een openbare zee. Mensen zien ons gaan, blijven even staan. Stel je dat eens voor, de besneeuwde bossen door. Ga langzaam, langzaam, niet te snel op het ritme van de bel. Jingle bell, jingle bell, hoor je overal. Jij en ik, daar gaan we in de zee langs berg en dal. Jingle bells, jingle bells, hoor je overal. Jij en ik, daar gaan we in de zee langs berg en dal. En heb je het al vernomen, dat de kerstman is gekomen in een echte arreslee? Ga je mee, ga je mee, ga je mee. Want precies zoals in je dromen, zet de kaarsjes in de bomen, voor iedereen is tevreden. Ga je mee, ga je mee, ga je mee. Het is een feest voor iedereen, en je arm of rijk is gelijk. Het is een feest voor ons allemaal, kerstfeest kent iedere dag. Er eindelijk van gekomen, ook al lijkt het op we dromen. Ja, iedereen is tevreden. Ga je mee, ga je mee, ga je mee. Hoor hoe de sneeuwbel tingeling, ding, ding, tingeling, ding. Het is precies zo fijn, de witte kerstvangen op de zee. En aan je handen, witte rollen, want je voel je geen kou. Zo met z'n tweeën samen in het sneeuwtje gezellig. Zet hem op, zet hem op, zet hem op, ga mee. Wij gaan met z'n twee, gezellig in een Ferrari slee. In galop, in galop, in galop, wij twee, alleen in een slee. De mensen die ons zo zien gaan, blijven allemaal even staan. Hoor hoe de sneeuwbel tingeling, ting, ting, tingeling klinkt. Het is precies zo'n fijne witte kerst waar men altijd van zingt. Met aan je handen witte bolle wanten voel je geen kou. Zo met z'n tweetjes samen in een sleetje gezellig met jou. Goedenavond, dames en heren, thuis. Gezellig dat u allemaal kijkt. Hè. Eindelijk is er ver kerstmis. Goedenavond in de studio allemaal. Hè, of nooit kerstmis werd, hè? Voor je niet. Hè. Hoe lang is het nou? Is het gauw weer een jaar geleden, kerstmis? Denk je niet? Hè, is het gauw weer? Gaat vlug, hè. Alweer een jaar over. Nou, blij dat we er allemaal zijn. Thuis zit u ook allemaal gezellig te kijken, hè? Dat u ook allemaal kerstmis vieren, ja, natuurlijk, hè? Voor ik het vergeet, moet ik even aan het werk. Even allemaal aan het werk. Zou u allemaal even willen stampen? Even flink willen stampen? Nee, die komt zo. We hebben enorm last van muizen, maar ik denk wel dat ze weg zijn. Zo. Moet ik even die jas uit. Het is warm, zeg, zo'n jas. Het is wel winter natuurlijk, want we staan buiten. Maar het is toch warm, zo'n jas. Hebben we die jas gezien? Heb je die jas gezien? Of kijk, een jas. Ik heb te geloven, hè. Doe je me even vasthouden, meneer? Mooie jas, hè? Ik heb thuis 20 konijnen met een longontsteking, maar het is een mooie jas. Eindelijk kerst. Iedereen heeft een mond vol, hè, van vrede op aarde en zo. Ze nou allemaal ook maar wat aan doen. Hoe gaat u kerst vieren, mevrouw? Heb u al enig idee hoe u kerst gaat vieren? Gezellig bij de kinderen. Ga je lekker thuis bij de kinderen? Lekker gezellig, hè? Ja? Gaat u wild eten? Ja, konijn. Nee, ik bedoel of u druk bent aan tafel, bedoel ik. Nee, ga allemaal lekker, hè? Allemaal gezellig. Nou, je hebt groot gelijk, hoor. Zolang het nog kan, laten we eerlijk zijn, hè? Als het maar gezellig is met de kerstmis, want dan gaat het om, kerst moet gezellig zijn. Zo is het toch? Ik heb trouwens een cadeautje gekregen, dat staat in mijn jas. Dan zit er ergens een zak ook nog in die jas, zeg. Hier zo, hè. Er zit van alles in, hoe is het mogelijk voor die prijs. Kan u die zak even opzoeken, van die jas? Want die, even opzoeken, hoor. Ogenblik, u hebt me wel even thuis, hè. Zoeken wij even die zak op. Zit aan de zijkant, aan de buitenkant zit zo'n zak, weet je wel? Ja. Heb ik hem hier? Nee, die is leeg. Terwijl ik die zak van Sinterklaas wel momenteel, die is ook leeg. Hier zit ergens wat, hè. Wat heb ik dat handig opgeborgen, zeg. Wat heb ik dat goed gedaan, zeg.
Kijk, zo wordt de show wel 75 minuten natuurlijk. Dit is een leuk ding, hè? Ken u, ga maar weer zitten hoor, meneer. Ga maar lekker zitten weer. Dan kennen u die dingen? Die zie je wel, hè? Als je nou schudt met zo'n ding, dan gaat het sneeuwen. Dan ken je die dingen? Zal ik even schudden, dan gaat het sneeuwen. Geloof je niet? Ja, dan moet je kijken. Dan ga ik schudden. Je goede pak voor getrokken, hè? Nou ja, ik weet alleen niet hoe ik moet stoppen, dus ik ga nou het plein op. Dat vind ik niet erg, hè? Hey, kik Stokhuizen, dames en heren. Wat leuk, hallo, kik! Ik wist helemaal niet dat je dat deed, delicatessen en primeurs. Dat doe je er ook nog bij, hè? Kaars, hè? Erg leuk. Hoe gaan de zaken? Goed hoor, deze dagen voor kerstmis is net gek huis, hoor. Gek huis, maar wel gezellig, toch? Huh? Ja, is maar zoals je het bekijkt. Zo is het ook, vrolijk kerstfeest op de... Nou, zeg, maar dat staat toch helemaal niet goed, vrolijk kerstfeest? Dat is toch gezellig voor de klanten? Jawel, maar zo schrijf je toch niet... Vrolijk kerstfeest, dat is toch niet goed? Dat is toch een schrijffout? Een schrijffout? Dat is mogelijk, hè? Die mannen hebben een eigen quiz. Zo schrijf het om een vrolijk kerstfeest. Ach, natuurlijk, ja. Zie je het nou? Nou, vooral... Wat stom, ja, hè? Wat is het dom? Schrijf hij verkeerd. Ja. Bedankt, hoor. Ja. Wat is niet waar? Wat zie je? Nou, wat bijzonder, de spiegels, gewoon is mijn eigen gezicht. Oh. Wat is? Wat een geluk. Ik dacht dat het mijn gezicht was. Kijk, hoe komt het nu zo druk? Laat hem maar. Laat hem maar. Oh, binnen, laat hem maar. Ik zag jou een leuke grap doen. Nou, ik heb niet zoveel tijd, ik moet het doen. Les even zeggen. Nou. Zal je een geit imiteren? Een geit imiteren? Geit, ja. Hé, jongens, het is wel goed. Heel goed, dat ik u zie eigenlijk. Ik heb mijn grootsteentje, dat zit verstopt, hè. Nou, maar vraag ik ook... Ja, dit is erg vervelend. Ja, neem of u voor de kerstdagen nog even kan komen kijken. Lachen? Voor de kerstdagen nog aan het werk, voor de kerstdagen. Dus dat red ik toch nooit meer voor de kerstdagen? Lukt dat niet meer voor de kerstdagen? Nooit voor de kerstdagen. Ja, dat lukt toch nog wel voor de kerstdagen? Nee, dat lukt niet meer voor de kerst, dat spijt me. Lukt het echt niet? Het spijt me voor u, maar dat lukt niet meer voor de kerstdagen. Ja, wat jammer nou, het lukt niet meer voor de kerstdagen. Ja, sorry, maar dat lukt niet meer voor de kerstdagen. Harry, jij met appels, hè, op de markt. Maar appels, 20 voor een gulden is ook niet duur. 20 voor een gulden. Wat zijn er dadelijk voor appels? Dennenappel. En die hebben we daar, Frits Tituba. Wat ben je hier aan het doen? Oh, ik kijk naar de sterren, hè. Naar de sterren? Ja, daar kijk ik ook wel eens naar. Willeke van Amerooi en zo, weet je wel. Wat wel. Ter welke ster ben je nou aan het kijken? Nou, kijk, André, er is één ster, die is maar één avond per jaar te zien, hè. En dat is juist vanavond. Is die maar één avond te zien? Ja. Oh ja? Wat is dat voor ster? De ster van Bethlehem. De ster van Bethlehem? Ja, natuurlijk. Ik kan alleen vanavond. Ik had hem bijna. Even kijken, ja. Ja, hier is die, kijk maar. Ach, heb je de ster van Bethlehem? Ja, hoor. Kan ik die zien nou? Ja. Meen je net? Ik kan me niet voorstellen. Even kijken. Ja, maar wat voor kriek, dat is de ster van Bethlehem, niet? Oh nee, welke is dat? Wel nee, kijk zelf maar. Kom je daar naar bij?
kapelaan Oudekerken, dames en heren. Blij dat ik u even zo gaat huren. Ja, natuurlijk. Dank u wel. Oké, okay. Maar laat het niet weer gebeuren dan, hè? Wat zijn je daar? Mooie kerstboom, mooie kerstboom. Mooie kerstboom, dame. Goedemiddag, hartelijk welkom. Kijk eens, ik weet dat u een mooi boompje zoekt. U bent het goede adres. Als u echt een mooie boom zoekt, kunt u bij mij terecht, mevrouw. Moet u kijken. Zeg, ik ben even bezig met de klant. Ja, mevrouw, let u niet op hem, hè. Ik heb een pracht van een boom voor u. Echt iets voor de kerst. Ja, hij doet het zelf, bomen. Je krijgt de naald er los bij. Mevrouw, kijk. Nou, maar slaat dat nou op, mevrouw. Luistert u niet te veel naar hem, maar even naar mij, hè. Ik heb een boompje voor u, rechtstreeks geïmporteerd uit Zweden. Ah. Ik weet wat u zoekt. Ja, zweetvoeten. Mevrouw, kijk. Deze boom. Vind deze wel een leuke? Vind u die leuk, mevrouw? Wat kost die? Mevrouw, deze boom kost die u. Kost u 25 gulden. Mevrouw. Wat gaan we doen? Laten we ons met mijn boom bemoeien. Met mijn boom? Mag ik wel even vertellen dat het mijn boom is? Jouw boom? Hij staat op mijn plek. Jongen, die heb ik rechtstreeks geïmporteerd uit Zweden. Dat is helemaal jouw boom niet. Dat hoe kom je daar? Maar jij hebt niet van die mooi gevormde bomen. Ik heb niet van die mooi gevormde bomen. Mag ik even lachen? Ik heb geen mooi gevormde bomen. Nou, ik zal jou vertellen dat ik... Ja, als jullie nou niet weten van wie deze boom is... Hoe moet ik het al weten? Mevrouw, dit maakt... Natuurlijk weten we van wie die boom is. Die boom is van mij, mevrouw. En ik bied hem u aan voor 2 tientjes. Nou... Hoeveel? Is dat even een aantal? 2 tientjes? 20 gulden. Mevrouw, dezezelfde boom. Exact dezezelfde boom krijgt u van mij 15 gulden. 15 gulden, kunnen u zo meenemen, mevrouw. Mevrouw, wat is die duur met zijn bomen, hè? Bij mij kost die maar een joetje. 10 gulden, heb u zo een boom. Oh, wat een aflegger. Wat een vreselijke aflegger. Aflegger? Weet u wat die boom bij mij kost, mevrouw? 7,5 gulden, mevrouw. Oh, schiet me ineens wat te binnen. Wat hebt u? Ik krijg een ingeving. Hij heeft een ingeving? Deze boom zit deze week in de reclame. 5 gulden maar, mevrouwtje, dat boot niet voor u. 5 gulden maar. Ja, kost die bij mij ook. Bij mij kost die ook 5 gulden, natuurlijk. Ik heb er ineens erg in. 5 gulden en bij mij krijgt u ook nog exclusief een massief eikenkruis. Massief eikenkruis. Hij gooit zijn kruis er tegenaan. Nou, dat kan u nagaan, hè. Ik geef het op. Voor mij is dat geen handel. Ah, geef hem op. Ach, even op, mevrouw. Zal ik hem voor u inpakken of neem u hem mee? Het is wel mijn boom. Oh, meneer, ik denk dat het zo was. Het is mijn boom. Dat denk ik wel. Duidelijk. Zeg, wat krijgen we nou? Zeg, je hebt gelijk, het is toch jouw boom. Bye.
zongen blij en wonderklare van zoete kindje rein en teer. En de herders die er waren, knielden bij de kribbe mevrouw, goedemorgen. Wat zei u, wat is er aan de hand? Ik ben zomaar bestolen geworden. U bent bestolen? Ja, dat is hier dagelijks werk. Ik zoek eigenlijk mijn pen, maar die is zeker gejat. Heb u misschien even een pennetje voor mij? Pen? Als dat zou kennen, dame, dan kan ik even procesverbaal te schrijven. Kan ik alles opnoteren. He? Dank u wel. Maar het is wel een grote schuld, dat weet u dat? Ja, rustig, mevrouwtje. Wat, u hebt me ook al wat praten. Vertel u mij nou maar eens rustig en kalm. Wat is er gestolen? Mijn kerstboom. Wat zei u? Mijn kerstboom. Een kerstboom, zo, dat is eigenaardig. Eigenaardig? Ja. Ik koop altijd een boom met de kerst. Ach, en die zet ik dan in mijn tuin. Maar dan verwacht ik niet, als ik terugkom van boodschappen doen, dat die weg is. Nee, dat kan ik mij voorstellen, mevrouw. Dat zullen we wat dan doen. Dan moet wat aan gedaan worden, ja. Vertelt u mij eens even, was dat een gewone nakende kerstboom? Zeg nou. Nee. Of was dat een kerstboom met balletjes? Ha, balletjes? Wat heet? Balletjes, wat heet? Slingertjes. Slingertjes. Liggies. Liggies. En een piek. En een piek, kom op, juist. Mevrouw, even om de waarde van het verloren en CQ gestolene te kunnen constateren. Bijvoorbeeld de ballen. Waren dat dure ballen? Wat, hé? Twee ballen voor een piek? Twee ballen voor een piek. En de piek, mevrouw? Die kostte me twee ballen. Juist. Nou, dan was dat eigenlijk zo gezegd een kerstboom compleet. Helemaal compleet was de boom, ja. Ja, hè? Dat is mijn boom! Nee, dat zijn gevonden voorwerpen, mevrouw. Gevonden voorwerpen. Oh, gevonden voorwerpen. Dat is mijn boom! Nee, stond langs de openbare weg. Stond die mevrouw openbare weg, zeg. Die stond in mijn tuin. Duin heb ik niet gezien. Soort vuilnisbel stond die op. Heb ik ook gezien. Een vuilnisbel. Hey, wacht eens even, mevrouwtje. U zegt dat is uw boom. Ja. Maar... Kan u dat bewijzen? Ja, kan u dat bewijzen? Nou, kijk, volgens mij lijken alle bomen hetzelfde. Dat is waar. Ja, daar heb u gelijk in. Maar als u zegt dat u boom is, ja, dan moet u dat toch kunnen bewijzen? Dat kan ik bewijzen. Ik kan het niet bewijzen. Ja, u moet het kunnen bewijzen. Als u die bewijzen kan, moet ik hem hier houden. Ja, duidelijk. En als ik het nooit kan bewijzen? Heel goed gezegd, mevrouw. Als u het nooit kan bewijzen, 3 jaar blijft hij hier staan bij de gevonden voorwerpen. En dan mag u hem komen afhalen. Ja, joh. En het heeft nog voordelen ook, want dan heb je geen last van naalden meer in je huis. Weet je wat ik nog vind? Een grote schande vind ik dat. En dat ben ik niet. Ik maak er een zaak van. Ik neem het niet. Zo was het nog een hele tour, Bertus. Nou, veel erg mee. Er was geen politie in de buurt, hè? Oh, Denderboom. Ik geloof met jou
je blijft lopen daar. Ah, kijk eens. Wat nou weer? Hoe ben je dan gekke kaarsen? Nou, dat zijn zeker eigenaardige kaarsen. Ik heb nog nooit zulke gekke kaarsen gezien. Nee, heb ik ook nog nooit gezien, zulke kaarsen. Heel eigenaardige kaars. Ben je dan rare dingen, zeg? Nee, ja. En mee? Ben ik weer, brandpreventje. Heeft u hier wel eens aan gedacht? Hallo, heer Burger. Brandpreventje in levende lijven, zou maar zeggen. Heb u hier wel eens aan gedacht? De mensen, zou maar zeggen, die zijn erg onvoorzichtig met vuur tijdens de kerstdagen. Daarom hebben ze mij gevraagd om even wat nuttige tips te geven. En hier komt tip 1. Het is allereerst verstandig om een emmer water en een dweil klaar te hebben staan voor als de hond iets op de vloer heeft gedaan. Kijk op, meneer. Je moet ook lachen, ik lees het ook voor de eerste keer natuurlijk. U kent natuurlijk het beste een volledig werkende brandweerauto in bezit hebben. Maar heb natuurlijk niet iedereen bij de hand. Hè? Daarom allemaal voorzichtig met vuur. Dan heb u leuke kerstdag, maar ik ook natuurlijk, hè. Daarom, pas op met vuur van uur tot uur. Ik dank u wel. Waarom, jongens, brand, leg neer die kaarten, brand, brand. Hallo, meneer. Ach, hallo, zeg. Gut, ik had jullie zo gauw niet gehoord. Dag, knul. Dag, meneer. Dag, mevrouw. Ja. Hier staat Antoine en zeggen jullie eens, wat zal het wezen? Nou, kijk, wij hadden graag iets geruild willen hebben. U had wat geruild willen hebben? Precies. Nou, maar dat kan, hoor. En vertel mij eens even, knul, wat wou jij ruilen, hè? Zeg het maar tegen Antoine, nou, hoor. Wij hadden graag een stropdas willen ruilen. Ach, een stropdasje ruilen. Nou, dat kan toch? Ja. Wij staan voor jullie klaar. Zeg het wel eens even. Heb je misschien ook een bonnetje bij? Oh, een bonnetje. Ja, natuurlijk, ja. Want kijk eens, als we ruilen moeten we... Als we ruilen moeten we een bonnetje hebben, hè? Zo, mag ik even pakken? Dankjewel, dat is dan geregeld. Zo. Oh, wat heb je een zalige jas aan. Maar vertel eens even gauw, wat is er met de stropdas aan de hand? Beviel het streepje niet? Oh, het streepje lag enig. Oh, lag het dan misschien aan het balletje? Nee, het balletje zat er precies bij. Balletje zat niks, geen problemen met het patroontje? Nee, het patroontje was enig. Nou, mijn goed mens, zeg dan eens even, waarom wil je ruilen dan? Karel, zeg het zelf maar aan meneer. Ja, natuurlijk. Jo, wat is er met de stropdas? Het is een strop. Koek en zopie met C. Koek en zopie, oh. Koek en zopie. De echte koek en de echte zopie met C. Koek en zopie. Ja, dat koek en zopie. Ach, nou is holala, holala. Het is gladjes, hè? Ja. Gladjes, ja. Dit hebben gladjes. Voor het eerst op de gladde ijzers. Voor het eerst op de gladde ijzers. Dat gaat prima, moet ik zeggen. Gaat prima, ja, ja. Best goed. Ja. Gaat goed. Zeg, vriend. Neem je mee, mevrouw? Ja, het is een prima hoor vandaag. Zeg, vriend. Geef mij van jou eens een lekkere kop soep. Een lekkere kop soep? Nou, ik heb hele speciale soep. Ja, ja. Ik heb jekkersoep, heb ik. Heb jij jekkersoep? Jekkersoep. Wat is in vredesnaam jekkersoep? Zal ik even uitleggen? Kom even. Oh! Kijk, dit zit zo. U neemt me wel mee, hè, mevrouw? Leg het daar maar neer, hoor. Vriend, dank u wel. Dat zit zo. Ik heb 3 jaar lang heb ik een jekker gedragen. Toen zei mijn vrouw, nou, dan kan je wel soep van koken. Dat heb ik ook gedaan. Nou, dat maakt heel lachen, hè? Dat vind ik bepaald onsmakelijk. Oh, daar heb ik een ruimte bij natuurlijk, hè. Ik vind dat zo belachelijk wat je daar allemaal zegt. Koek en zoopie, weet je. Hallo,
Weet je wat? Geef me maar gewoon een lekkere koek. Een lekkere koek? Zijn we van alles hele verstandige keuze, meneer. Geef mij maar een koek. Ik heb hele lekkere koeken. Deze zijn 1,25, zei ze. Nou, dat maakt mij niet uit. 1,25. Dan nuttig ik hem op je gezondheid. Ja, die mag maken, hoor. 1,25. Ha! Wat is? Wat is dit? Dat ding is toch helemaal niet vers? Nee. Die koek is niet vers. Nee, dat moet je mij vertellen. Dat is oude koek. Hou op mijn keer lachen. Humor lekker op tijd. Die vind ik wel aardig. Ja, zeg, daar heb ik ook een kwinkslag. Oh, we gaan sluiten, mensen. Nee, wacht even. Dan moet je me uit laten praten, want wij hebben nog samen even lol gehad. O, yeah. We hebben even lol getrapt. Ja, jammer dat het zo moet eindigen. Nee, want ik heb een hele goed raadseltje. Oh. Weet jij het verschil? Nee. Het is toch nog niet uit, man? Oh, het is toch niet uit? Nee. Ja. Weet jij het verschil? Tussen een krokodil. Ach. Humor. Ja, maar het is geen humor wat jij vertelt. Weet jij het verschil tussen geld... Tussen geld? ...en een hand? Tussen geld en een hand. Tussen geld en een hand. Even kijken. Tussen geld en een hand. Nee, zou niet weten. Weet je niet? Nee. Kijk eens. Bedankt voor de koek. Ik ben super prettig kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar. Ik ben super prettig kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar. De hemdertjes lagen bijna achter, ze lagen bijna in het veld. Ze hielden vol trouwen de wachten, ze hadden hun schaapjes geteld. Zij engelen zingen, hun liederen vloeiend en klaar. De herders naar Bethlehem gingen, liep tegen het nieuwe jaar. Straal uit hun ogen en viel op het kindeke teer. Zij stonden tot schrijens bewogen en knielden bij het kindje neer. Ik wens u een prettig kerstfeest, ik wens u een prettig kerstfeest, ik wens u een prettig kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar. Ik wens u een prettig kerstfeest, ik wens u een prettig kerstfeest, ik wens u een prettig kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar. Heel graag, heel graag. Goedenavond, dames en heren. Hier zijn we dan weer met onze interviews. En deze keer hebben wij een interview met de Kerstman. De Kerstman! We willen wat harde vragen stellen, zodat we erachter komen wie de Kerstman nu eigenlijk is. De Kerstman is al wat oudere man, dus heeft misschien wat moeilijkheden met het antwoorden. Maar daar zal ik hem natuurlijk graag mee helpen. Goedenavond, Kerstman. De Kerstman. Goedenavond. Goedenavond, meneer. Goedenavond, dames en heren. De Kerstman. Goedenavond. Interessant. Goedenavond. We gaan meteen met de eerste harde vraag, Kerstman. Ja. Het gerucht gaat dat u eigenlijk helemaal niet bestaat. Wat zegt u daarop? Ach, wat is dat nou? Natuurlijk besta ik wel. Bestaat wel? Ik ben... Een verklede vent? Nee. Ik ben echt. Oh, u bent echt. Zeker. Voor onze lezers ook. Dat zou wat hoe voelt u zich momenteel? Ik vraag even hoe de Kerstman zich voelt momenteel. Ja. Hoe voelt u zich dat momenteel? Dat zal ik u vertellen. Ik voel mij op het ogenblik... Beroerd, slecht. Nee. Gaan de verkeerde kant op. Ik voel mij prima. Ja, dat is niet zo interessant voor onze lezers natuurlijk. Nou. Dat Kerstman zijn, is dat zwaar werk? Ik vraag net aan de Kerstman, is dat zwaar werk? Ja, dat vind ik heel interessant. De Kerstman vindt dat interessant, dames. De Kerstman vindt dat interessant, ja. Vertel het. En ik kan u vertellen, meneer, dat is inderdaad zwaar werk. Ik hoor je, het is zwaar werk, ja. Maar vind u erg zeker? Ik vind het helemaal niet zo erg, u kunt verder toch het hele jaar op uw kont zitten, hè? Nee. Nee, dat schrijf ik meteen. Waar heeft u het momenteel erg druk mee? Waar heeft u druk mee momenteel? Waar ik het druk mee heb, dat kan ik u nou eens rustig vertellen. Interessant, ja. Kijk, op het ogenblik heb ik het heel erg druk met... De beest uithangen waarschijnlijk, met de buurvrouw. Met de buurvrouw, ik weet het niet. Wel nee, meneer. Met pakjes rondbrengen. Met pakjes op wie had met bezoeken afleggen. Hoe word je Kerstman? Ja, interesseert mij. Hoe word je Kerstman? U moet daar smakelijk om lachen. De Kerstman moet er om lachen.
Ik mag geen gemeen spelen. En zo gaat dat dan voort. Maar hoe word je nou kerstman? Dat vind ik wel zo'n domme vraag. Ja, daarom, ik denk, ik stel hem even. Nee, kijk, kerstman, dat word je niet. Nee, dat is vriendjespolitiek waarschijnlijk, hè, kerstman. Nee. Ellebogenwerk. Wel, nee, man. Nee, kijk, hoor eens, kerstman, dat ben je. Dat word je niet, hè. Nee, dat ben je als geboren. Ik zie u altijd gaan met die arreslee vol met cadeautjes. Ja. Heeft u waarschijnlijk ook wel eens gezien, die arreslee vol met cadeautjes. Ja. En dan vraag ik mij altijd af, hoe komt u nou eigenlijk aan die cadeautjes? Ik vraag net aan de kerstman, ik sprak hem. Ja. Ik zeg, hoe komt u nou eigenlijk aan die cadeautjes? Laat u mij eens rustig vertellen, hè. Ik moet er niet ander tussendoor zitten. Nee, schrijf het hoor. Nou, kijk, die cadeautjes, hoe ik daar aan kom... Jatwerk. Wel, nee, man. Nee, stelen, afpersen. Wel, nee, die worden gewoon door mij gekocht. Zo. Even tussendoor, ook interessant voor de kijkers. Andere vraag, hoe woont u eigenlijk? Ik vraag net de kerstman, ik zeg, hoe woont u eigenlijk? En hier komt zijn antwoord. Dan zal ik u dat eens graag, zal ik u dat rustig vertellen. Interessant. Ik schrijf meteen kijk, ik woon samen. Ach, u woont samen. Ach, interessant. Nee. Met een vriendin. Nee. Met een vriend. Wel, nee, met twee rendieren. Met twee rendieren. Op de Noordpool. Oh, heeft u zeker een oklabet, hè? Nee. Wij wonen daar genoeg. Sinterklaas. He, die komt ook bekend voor Sinterklaas. Ah, een grote concurrent van u. Ik zeg net tegen de kerstman. Ik zeg Sinterklaas, dat is toch zeker een grote concurrent van u, hè? Nee. Hits hem op natuurlijk, hè? Nee, grote concurrent is geen concurrent. Hoe denkt u over Sinterklaas? Nou, wat vindt u daarvan? Ik persoonlijk, hè? Ja. Ik vind Sinterklaas... Kinderlokker. Kinderlokflessentrekker. Oh, wel, nee, man. Zeg toch iets wat afschuwelijke dingen. Ik vind Sinterklaas een aardige man. Natuurlijk. Zijn dat nou voor vragen? Krijgt u zelf wel eens iets van de kinderen? Ik zeg net tegen de kerstman. Ik zeg, krijgt u wel eens iets van de kinderen? Juist, en dat wil ik nou eens vertellen. Ah, wat krijgt wat u denkt wel eens? U dat ik nou van de week heb gekregen? Geen een bombrief. Nee. Om handgranaat misschien. Ach, man. Steen tegen je hoofd zo'n tijd. Ach nee! Steen tegen je hoofd. Ik heb gekregen een mooie tekening. Een mooie tekening. Ja. Hoort u dat? Hoort u dat? En daar was ik heel erg blij. Mooie tekening. Maar ik geef liever dan dat ik ontvang. U geeft veel liever. Dat is leuk voor onze lezers. Ik heb trouwens voor u ook iets meegebracht. Oh, kijk eens. Oh, ja? Ja. Ach, kijk eens, ik hoor net van de kerstman. Die zegt, ik heb voor u ook iets meegebracht. Wat leuk, ik krijg een cadeautje van de kerstman. Zeg, Klesmeijer, ik heb iets meegebracht voor je tuin. Ach, voor mijn tuin. Ik heb namelijk een hele grote tuin, moet je weten. Iets wat ik je van harte gun. Iets wat u mij gunt. Wat ik je heel erg gun. Een hele mooie tuin. Wat zal het zijn voor de tuin? Alsjeblieft. Wat is dat? Dat is een mol. Zaag, hè? Hele mooie zaag, hè? €25, meneer, ik heb helemaal geen zaag nodig. Oh nee, daar kom je wel op terug. Hele mooie zaag hoor, €25. Rechtzaag. Mevrouwtje, goedemiddag. Kijk eens even, ik heb een pracht van een kerstboom voor u te koop. Wat zeg u nou? Sst, niet zo hard. Ik heb een pracht van een kerstboom voor u. €3,50, man. €3? Sst. Niet zo hard, anders komt er straks 100 man bij mijn boompie. Hé, zachtjes. €3,50 voor u. €3,50 voor mij? Voor u persoon. En dan mag ik die kerstboom meenemen. Mag u hem zo meenemen, mevrouw. En dan zit u heerlijk. Ook dennenboom, ook dennenboom voor €3,50. Is toch geweldig, hè? Vertel hoor. Geef me gauw hier. Ja, twee. Wat een boompie. De kans krijgt u nooit meer, mevrouwtje. Meneer, ik ben u zeer dankbaar. Nou, zagen. €25. Zagen. €25. Bureau Flut. Nee, Flut. En meneer, houdt u nou eens op met die vervelende grappen. Uitzendbureau Flut. Ah, mevrouw Jansen. Ja, ja natuurlijk. Ja hoor, Uitzendbureau Flut staat voor u klaar. Wat zegt u? Wilt u een kerstman hebben thuis? Ja, ja natuurlijk, dat moeten wij kunnen versieren, hè. Daar zijn we voor, dat moeten wij kunnen regelen. Ja. Oh, vanavond nog? Nou, dat zal een beetje moeilijk gaan. Het is al bijna avond, ik weet niet waar... Nou ja, we zullen ons uiterste best doen, hoor. Ja, goed. Ik zal het proberen. Dag, mevrouw Jansen.
Jan! Paniek situatie. Jan, zit alsjeblieft een beetje op, want ik zit vreselijk omhoog. Zit je omhoog? Ja, ik zit omhoog. Ja, ik heb problemen. Ik krijg hier net telefoon van mevrouw Jansen. Ja, uit de derde regulus was dat nummer 2-3 hoog. Die moet een kerstman hebben, nu, bij haar thuis. Een kerstman nou? Een kerstman, ik heb wel vergeten, kerstman nou. Ik heb wel vergeten, alle kerstmannen zijn onderweg. Ik heb geen kerstmannen meer. Ik heb Sinterklaas leggen in de stomerij, ik heb niks meer. Ik heb alleen nog een vroedvrouw, maar die heeft geen baard. Wat slaat dat nou allemaal op? Zeg een kerstman. Ik moet een service geven. Jan, kom hier. Jij gaat als kerstman. Ik? Ja, jij. Oh, ik heb rustig vergeten. Ik ga echt niet als kerstman. Ik zou niet weten hoe dat moet. Ik zie maar gaan. Alsjeblieft, is het plezier en hou je mond, zeg. Ik heb het er nooit gedaan als kerstman. Ik begin er niet aan. Ik als kerstman zie maar lopen als kerstman. Het is zo makkelijk als het maar kan. Het is simpelijk hoe bonjour. Ja, dat kan wel wezen, dat kan wel wezen. Als je maar vriendelijk bent voor de kinderen. Een wolk van gezelligheid. Laten we het eens even gaan repeteren. Je gaat even die deur door. Je wacht, je klopt. Ik roep binnen en je speelt even als kerstman. Ja, luister naar wat meneer Van Oppelen zegt, hè? Ik zie... Schiet dat toch alsjeblieft op, dat mensen geen figuur in de tijd. Zo, je klopt aan, ik roep binnen. Ja, kom aan, actie. Ja, wie is daar? Goedemiddag, meneer. Ik kom van uitzendbureau Flut. Ik ben de kerstman. Het slaat toch nergens op. Ja, ik ben er niet voor in de wieg gelegd. Ik kom vanuit zijn bureau flut. Zo deed ik niet. Ah, we gaan het even voordoen. Ga zitten. Ja, maar luister nou, meneer Van Oppelen. Hou nou rustig. Ik speel even de kerstman, ja? U, meneer Van Oppelen? Ik laat het je even zien. Ja, meneer Van Oppelen persoonlijk. Ja, luister. Ja, meneer Van Oppelen. Het is eerste kerstdag. Oh, daar gaan we nog. Jij zit gezellig thuis bij de kerstboom. Oh. Ja. Gezellig. De kaarsjes branden. Het is een en al gezelligheid thuis. Doe tegelijk aan. Hé, maar is dat nou voor nodig? Doe dat nou niet. Dat kost allemaal tijd. We moeten opschieten. Ik steek voor de gezelligheid ook een sigaar op. Nee. De dure Havana's. Zit niet zo te knoeien. Het is eerste kerstdag. Nou, niet tegelijk te gaan janken. Nou, ik wil de sfeer brengen, ja. Jij zit gezellig met vrouw en kinderen bij de kerstboom. Heel gezellig. En leuk, kaarsjes branden. En ineens, hé, daar wordt aan de deur geklopt. Daar! Wie zou dat zijn? Nee. Daar wordt aan de deur geklopt. Wie is daar? De deur gaat open. Ja. En wie komt daar binnen? Ik weet niet, ik vraag nooit mensen met de kerstboom. Wie zou er dan binnenkomen? Ik heb geen idee, ik nodig nooit iemand uit. Hij nodigt nooit iemand uit als je nou eens even nadenkt. Wie ben ik? Meneer Van Oppel. Ja. Meneer Van Oppel, al jaren, ja. Waar vraag je het dan? Waar vraag je het dan? Maar ik ben de... De Van Oppelen, de bekende. De bekende Van Oppelen van Flint. Ik zou spelen voor kerstman. Oh. He, he. Oh, natuurlijk. Begrijp je nou? Nee, ik heb hem door. Ik ga naar buiten, ik klop aan, jij roept binnen en je ontvangt charmant de kerstman. Ga je nu naar buiten? De kindervriend, let op hoe ik het je voordoe. Okay. Ja, echt tempo, hè? Niet van de stoep af, hè? Doe nou even rustig. Ja, ik heb hem door. Oké. Ik klop, hè? Ja, je klopt.
niet zenuwachtig zijn. Nee! Ja? Goedemiddag, hier is de gezelligheid. Hier is... Wil je niet zo eng doen, alsjeblieft? Wil je niet zo eng doen? Je doet heel erg eng. Ik doe gezellig. Ik heb je nog nooit zo gezellig gezien. Het hele huis is afgelopen, nou heb ik je een voorbeeld gegeven. Nou ga je je ogenblikkelijk verkleden als kerstman en je doet het zoals ik het denk. En opschieten. Hoe heb ik zo iemand kunnen treffen? Die moet mij helpen als mijn eerste personeelschef. Verschrikkelijk. Enfin, we zullen op... Ja, mevrouw Jansen, u spreekt nog even met uitzendbureau Flut. Ogenblikje. Jan, wil je nou opschieten? Ik heb een plezierige mededeling voor u, mevrouw Jansen. Ja, het is gelukt hoor. We hebben het voor elkaar gekregen. Even op, allee! Ogenblikje. Sta niet zo te blaren en verkleed je als kerstman, Jan. Ik heb al mijn personeel voor u ingeschakeld, mevrouw Jansen. Hij komt hoor, de kerstman. Nee, hij drinkt geen druppel. Nee hoor, daar kunt u van op aan. En de cadeautjes, die zet u maar van tevoren in een grote zak op de gang, hè? Ja, nou dat weet ik niet precies. Binnen 10 minuten is hij bij, hoor. Dag, mevrouw Jansen. Jan, krijg ik nou een kerstman te zien of niet? Kom binnen. Daar is hij. Paashaas, de paashaas met de kerstdagen. Nee, wat maakt het uit? Die is een dag eerder gekomen, dat geeft niet. Een eitje met de kerstdagen, doe lekker, dat geeft niet. De paashaas is toch onmogelijk? Ik begrijp het probleem niet. Weet je wat? Jij gaat ogenblikkelijk naar mevrouw Jansen toe. Je ontkleed je doet dat pak uit, je gaat erheen en je gaat je excuses aanbieden. Ik ben niet meer. Schiet op en trek dat pak uit, hè. En trek dat pak uit. Oh, hoe verzint de gek. Met mevrouw Jansen. Ik had u dus straks gebeld, weet u wel, over die kerstman. Ja. Maar wat u me nu gestuurd hebt, zeg, ja, dat overtreft mijn stoutste verwachtingen. Ja, ik begrijp het, mevrouw Jansen. En wij bieden u bij deze ook onze verontschuldigingen aan, hoor. Ach, maar dat hoeft helemaal niet, beste man. Ik ben uiterst tevreden. Ik had namelijk een kerstman verwacht. En wat heeft u mij gestuurd? Een kerstkonijn! S'avonds bij het open haardvuur zingen kinderen zacht een lied. Iedereen neuriet het zachtjes mee, al ken je de wijs en woorden niet. Starend in het open haardvuur, luisterend naar het kerstverhaal. Het wordt verteld door grootvader zelf, want die vertelde het al zoveel maal. En door het venster ziet heel de wereld wit. Je vraagt je af, wat wil een mens nog meer dan dit? Je hoort de klokken luiden in de nacht, terwijl de hele wereld op het kerstfeest wacht. Kerstmis bij het open haardvuur, kaarsjes branden in de boom. Iedereen heeft op dat moment zalig kerstfeest, zalig kerstfeest, zalig kerstfeest, als we
Ik ben u een prettig kerstfeest. Ik ben u een prettig kerstfeest. En een gelukkig nieuwjaar. Ik ben u een prettig kerstfeest. 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 En een gelukkig nieuwjaar. Ik ben zo een prettig kerstfeest. Ik ben zo een prettig kerstfeest. Ik ben zo een prettig kerstfeest. En een gelukkig nieuwjaar. Ik ben zo een prettig kerstfeest. Ik ben zo een prettig kerstfeest. Ik ben zo een prettig kerstfeest. En een gelukkig nieuwjaar. Ik ben zo een prettig kerstfeest. Ik ben zo een prettig kerstfeest. Ik ben zo een prettig kerstfeest. En een gelukkig nieuwjaar. Ik ben zo een prettig kerstfeest. Ik ben zo een prettig kerstfeest. Ik ben zo een prettig kerstfeest. En een gelukkig nieuwjaar. Ik ben zo een prettig kerstfeest. Ik ben zo een prettig kerstfeest. Ik ben zo een prettig kerstfeest. En een gelukkig nieuwjaar. Ik ben zo een prettig kerstfeest. Ik ben zo een prettig kerstfeest. Ik ben zo een prettig kerstfeest. En een gelukkig nieuwjaar. Ik ben zo een prettig kerstfeest. Ik ben zo een prettig kerstfeest. Ik ben zo een prettig kerstfeest. En een gelukkig nieuwjaar. Ik wens u allemaal hele prettige kerstdagen en een heel gelukkig nieuwjaar.